22 september 2017. De komende tijd ben jij van ons. En zijn wij van jou. We beginnen met het dilemma. Of je applaudisseert hartstochtelijk voor elke zonsondergang. Of je mag alleen nog maar banaan als cadeau geven. Dit is aflevering 1 van Bombagie. Hartelijk welkom. De vraag is dus, wat kies je? Ja, ik kies voor de zon, hoor. Jij kiest voor de zon? Klappen voor de zon. Ja, klappen tuurlijk. Voor de zonsondergang, hè, hebben we het dan over. Ja, tuurlijk, maar ik bedoel, dat is nog in principe hetzelfde. Ik bedoel, je klapt als iemand afgaat, zeg maar. Afgaat in de zin van het podium. En dat is als de zon ondergaat. Dan, dat is als de zon ondergaat. Bedank je me even. Oké, okay, nou, en waarom niet de banaan? Nou, dat wilde ik dus eerst kiezen. Bananen als cadeau geven, hoe kom je erop ook echt? Nou ja, dat vind ik nog niet eens zo heel raar. Ik bedoel, bananen zijn wel lekker. Hé, hey, feestje met je vraag, banaan. Nou ja, ja. Dat is toch gek? Ja. Heb jij ooit iemand een banaan cadeau gedaan? Even zeg maar, ja. Zonder de slaapkamerverhalen nou meteen op tafel te gooien? Nee, dan niet. Oké. Okay. Denk hey, ik. Welkom, dit is de Bombari. Dit is de Bombari. Dit is gewoon Bombari. Niks, geen de. We hebben geen lidwoorden nodig voor dit programma. Bombari, wij zijn de homeopathische verdunning van de zure stemming. Eigenlijk gewoon gezellig. Ja. Maar ik vond gezellig zo'n rare tagline. Hoe noem je dat? Ja, want dat bekt niet lekker. Dat bekt niet lekker. Nee. Nee, en homeopathische verdunning van de zure stemming, dat wel. Ja, dat bekt heel lekker. Komt er lekker uit. Oké. Okay. We zijn nieuw en we zijn begonnen. Dus het is, ik vind het wel een beetje spannend. Ja, ik merk het al de hele avond aan je. Je merkt het al de hele avond aan me, hè? Ja, ik zit er, ik bedoel, ik weet niet. Ik ga wel lekker hierop. Jij gaat hier wel lekker op, ja. Hè? Ja? Ja. Jij zit ook lekker bij, hè? Jij hebt namelijk de goede stoel. Ja, dat scheelt wel. Dit is wel echt een dingetje. Als je zit te luisteren en denkt van ja, hè, geen idee hoe die gasten erbij zitten. Dan kun je dat misschien wel even checken op een van onze social media kanalen. Daarover zo meteen meer. Maar we hebben hier twee stoelen. Eén zit onnoemelijk kut. En één zit best lekker. Ja. Jij zit op die best lekker stoel. Dat klopt. Hoe heb je dat dan weer geregeld? Omdat jij dus gewoon de hele tijd alleen maar aan het zeuren was over het feit dat jij lekker wilde zitten. Want als jij niet lekker zit... Ja, dan zit ik er niet lekker dan in. Dan zit je er niet lekker in. Nee. Oké, okay, nou goed. Hé, hey, wat gaan we doen deze aflevering? We hebben... Oh, dit is echt waar ik me echt nu al op zit te verheugen. Ja. Is zometeen het spreekuur van Dr. Dre. Ja, dan trek jij je witte jas aan. Ja. Zeg maar een soort van figuurlijke witte jas. Mm-hmm. En dan gaan we, het minst professionele advies geven aan mensen met de grootste problemen. Daar heb ik nu gewoon al zin in. Ja, ik ook. Maar ik wil wel even opmerken dat het minst professioneel... Ik bedoel, 35 jaar levenservaring, Bernd. Ja, dat is wel waar. Overlevingskunstenaar Andreas. Ja, ik heb wel advies, hoor. Ik ben benieuwd. We gaan ook zo meteen kijken naar sociaal verantwoord. Dat ga ik zo meteen allemaal even uitleggen. Maar dat gaat er eigenlijk over shit die mensen zeggen op social media. Toetsenbordhelden. Nou, die nemen we gewoon even met je door. Dat is het wel zo'n beetje. En we gaan gewoon verder ook een beetje praten over waar we zin in hebben. Hè? Ja, een beetje lol trappen, toch? Een beetje lol trappen, jongens. Want het moet allemaal wel leuk blijven natuurlijk, hè? Mocht je er daarmee willen bemoeien, dan mag dat. Dat kan en dat hebben we eigenlijk ook gewoon graag. Dan mag je melden. Ik zei het net al op onze social media meuk. De socials moet ik zeggen, geloof ik dan. Hè? Ja, dat bekt lekker. De socials. @BombariPodcast op Twitter, Facebook en Instagram. En als je dan #Bombari gebruikt en ons laat weten waar het over moet gaan. Nou, dan gaat het daar gewoon over volgende keer. Zo makkelijk is het, hè? Zeker. Zo makkelijk is het. #Bombari. Mocht je meer willen weten over hoe dit allemaal zit en hoe je dan moet abonneren op deze podcast bijvoorbeeld, dan zou je ook eventjes kunnen gaan kijken op onze website. Daar hebben we heel erg ons best op gedaan. www.bombaripodcast.nl. Nou, hoor je dat? Mijn stem ging er helemaal vandoor. Dat is toch wat allemaal. Bombaripodcast.nl. Dus. Dat is hem. Dat is hem. Nou, we zijn begonnen. Zie je? We beginnen. Zijn toch de zenuwen, hè? Ja, jij bent ontzettend zenuwachtig. Ben je? Ja, dat hoe komt dat nou? Ja, dat weet ik. Je hebt jaren podcast gemaakt. Ja. Je zou denken dat ik zenuwachtig was. Want ik heb nog nooit podcast gemaakt. En kijk mij zitten. Ja. Eén en al ontspanning. Ik denk nog steeds dat komt door die stoel, hè? Nee, want hallo. Hallo. Ja, we hebben net uren andersom gezeten. En toen ging het, hè? We hebben al 36 proefopnames verknald, hoor. Omdat jij zo zenuwachtig op je stoel zat te schuiven. Op die stoel. Op deze stoel, ja. Dus misschien is dit wel mijn gelukstoel. Dat hoop ik. Gaat het nu gewoon allemaal beter. Ja. Hij kraakt wel een beetje. Dat hoor je misschien ook wel terug in de opname straks. Maar dat zien we dan zo meteen wel. Hoe was je week? Mijn week was top. En waarom was die top? Ja, ik ging gewoon lekker deze week. Ik weet niet. Het was lekker weer ook. Een beetje van het herfstweer. Ik had een goed weekend gehad. Maandagje. Lekker. Maandagje lekker. Ja, dinsdagje lekker. Ik moest maandag voor mijn werk naar Italië. Ja, je had niet zo'n lekkere week, hè? Man. Ik heb echt letterlijk gewoon de hele maandag in een vergaderkamertje gezeten zonder daglicht. In een kantoor dat op een parkeerterrein stond ergens buiten de stad. Ik was in Milaan. Mm-hmm.
De volgende dag moest ik 2 uur in een auto naar Turijn. Dat ligt ook ergens in Italië. Mm-hmm. En halverwege de dag via Parijs teruggevlogen naar Amsterdam. Ik kwam thuis. Ik was echt helemaal... Ik was gewoon dood. Ja. En ik heb echt geen Italiaan gezien. Ik heb geen pizza gegeten. Nee. Het was echt een soort van, ja, weet je. Die 2 dagen hadden ook niet kunnen bestaan. Ja. Dat was eigenlijk gewoon, er is echt... Ik heb letterlijk 2 dagen gewoon een beetje gewerkt. Maar verder niks meegemaakt. Nee, nou ja, dat doen we nu toch? Halen we ja, in. Nee, kom nu, op. Nu zitten we gewoon hier met z'n tweeën te lullen. Dus je had een mooie week. Ik had een heerlijke week, maar dan zal ik je verder niet meer vervelen. Nee. Dat is waar je weer jaloers. Ja, we moeten gewoon door ook. Hè? Want, ja. Het is namelijk tijd voor Sociaal Verantwoord. En daar praten we je bij over wat de rest van Nederland met ons heeft gedeeld via de sociale media. Eigenlijk omdat je het dan zelf niet meer hoeft te doen. Zoals een Jan van den Hout, die zegt: aftuigen dat ga je. Stel je ASO-figuren onder een artikel waarin staat dat vrouwen uit protest tegen het niet mogen wildplassen. Heb je dat gehoord? Ja, dat was een ding, hè? Ja, dat ging geloof ik over een meisje dat een wildplasboete had gekregen in Amsterdam, omdat ze ergens op straat zat te pissen, ergens tijdens een uitgaansnacht. Ja. En die rechter die vond dat ze dan maar op een urinoir moest gaan plassen. Ja. Die gaan daar dus actie tegen voeren door foto's van zichzelf al plassend op een urinoir te maken. En deze man zegt dus, aftuigen dat gehuis, stel je aan zo'n figuren. Nog een ander pareltje, Arnoud ten Wolde, die zegt, na zijn dood wordt hij opgezet in Madame Tussauds. Wat een hypocriet gelul over een foute linkse burgemeester, walgelijk. En dat gaat over het nieuws dat de terminaal zieke burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, dat hij een gouden medaille krijgt van de stad. Moet je je voorstellen dat je dan, dat je dat leest en dan tikt dat hij na zijn dood wordt opgezet in Madame Tussauds. Ik vind het nogal wat. Arnoud is niet goed bij zijn bakkers. En dan hebben we, om hem meteen ook maar weer even weg te tikken, Pam Lenes. Ik weet niet of dat een echte naam is ook, maar die zegt: serieus, geen verschil tussen jongens en meisjes. Krankzinnig, onbenullig gelul van minderhedenlikkers. Ga lekker genderneutrale zwarte pieten in witte chocola verkopen. En dat gaat over het nieuws dat de HEMA voortaan geen onderscheid meer maakt tussen jongens- en meisjeskleding. Wat vind je daarvan eigenlijk? Ik vind hem wel creatief. Ja. Minderhedenlikkers. Minderhedenlikkers. Genderneutrale zwarte pieten in witte chocola. Wat de fuck? Ja, deze man heeft er duidelijk even tijd voor uitgetrokken om dit te zeggen. Ja, hij heeft ze op zitten broeden, ja. Dit is toch dat vind ik dan op zich wel, weet je, mensen met een beetje een zure mening. Dat die dan op zijn minst hun best doen om daar nog wat soort van creatiefs van te maken. Dat kan ik dan op zich nog wel waarderen. Hartstikke maar verder is het natuurlijk gewoon voorkomen onzin dit. Het team van Bombari zegt tegen al deze mensen: bedankt voor je bijdrage. Het internet is er weer een stukje mooier op geworden. En mocht jij nou iets moois voorbij zien komen op die social media, laat het dan even weten. hallo@bombaripodcast.nl. Dat is het e-mailadres. Bij, tips. Kom maar, want het is veel werk, man, om het allemaal zelf op te zoeken. Je zit de hele dag alleen maar die social media te checken, man. Het is er allemaal niet te doen. Komt nergens meer naartoe. Nee, zo makkelijk is het ook. Zeg, toen wij begonnen, of eigenlijk voordat we begonnen, en ik vroeg: waar wil jij het dan over hebben, Dree? Toen zei jij 1 woord, namelijk stoeptegels. Vandaag bedoel je? Ja. Ja. Er is iets met stoeptegels. Nou ja, ja. 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 Er is zeker iets met... Wil je daar iets over vertellen? Daar wil ik best iets over vertellen, Bern. Ik heb, ja, maar dan moet ik even een lang verhaal maken, hoor. Even ja, is kort. Goed. Dan zet ik er een soort van inspireerd muziekje onder. Nou, ik weet niet of je kent dat je op sommige momenten lekker loopt. Lekkerder dan anders, weet je wel? Gewoon... Ik had dat bijvoorbeeld vanmiddag. Zwalken, zo. Nou, zwalken is niet het goede woord. Meer gewoon in een lekker ritme een beetje zwaggen, weet je wel? Beetje zwaggen. Ja, ik heb dat vaak op vrijdag. Okay. Als de week voorbij is en je gaat ergens naartoe en je hebt geen haast. Zoals vanmiddag, ik ging naar jou. Ja, en dan was om deze podcast op te nemen, had ik onwijs veel zin in. En ik had zin in patat, want dat gingen we eerst eten. Ja, trouwens, als ik af en toe frikandel speciaal boertjes laat... Nee, ik rook ze al, maar dat geeft... Man, niet te doen. Nou. Nee, niet te doen. Okay. Maar dus ik had er helemaal zin in, weet je, en dan loop je lekker. Ik had een goede schoen aan, dat is ook belangrijk. Van die schoenen die lekker lopen. En ik liep de stad in, vanaf het Centraal Station. En dan heb je soms dat je gewoon lekker in dat ritme komt, weet je wel. En dan is het een beetje druk, maar je weet overal precies zo tussendoor te schuiven. Die toeristen, een paar duiven. Je kunt overal lekker omheen buigen. Scheidduiven. Ja, maar die duiven zijn ook top. En, heb je drugs gebruikt, hè? Nee. Maar als je zo loopt, is echt alles top. Ja? Echt. Het is beter dan op zondagmiddag Netflix kijken. Want je ziet gewoon de hele stad aan je voorbij trekken. Weet je, Amsterdam trekt aan jou voorbij. Jij trekt aan Amsterdam voorbij. Lekker. Gewoon lekker. In het juiste ritme. En dan loop je zo. Dan kan eigenlijk aan elkaar helemaal voorbij trekt gewoon. Zo. Ja, en dan kan eigenlijk helemaal niks je het wordt wel echt een beetje vaag verhaal dit. Maar maar het komt tot een punt. Ja. Ja, iedereen kent het toch wel. Dat je gewoon lekker loopt. Ik snap het. Gewoon lekker. Dat is alles. Ja. En dan zit je goed in het ritme. En dan opeens is er zo'n losliggende stoeptegel.
Die echt gewoon alles verneukt. Want dan... Het sprookje van de losliggende stoeptegel. Nee, het is helemaal geen sprookje. Het is geen meer gewoon... harde realiteit. Ben, ja, dat is gewoon kut. Het is, ik vind het echt, ik kan me erover opbinden. Want dan loop je dus... Maar ben je op je bek gegaan? Nee, oh. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Je doet dat drie van die onhandige stapjes, omdat je dan niet op je bek gaat. Zo'n halve struikel. Ja, ja, maar dan ben je wel helemaal uit, je bent helemaal uit je rol. Weet je? Je bent helemaal uit je ding en uit je flow. En dat maakt op zich vanmiddag niet zoveel uit. Ik had alle tijd om weer terug in die flow te komen. Maar stel je voor, hè, dat je dus lekker in je flowtje op weg bent naar een sollicitatiegesprek. Bijvoorbeeld. Of naar een gesprek en je moet iets verkopen of iets kopen, weet ik veel. Ja. En vlak voordat je daar binnenkomt, krijg je dat. Zo'n stoeptegel. Want het duurt wel even een paar minuten voordat je je zelfvertrouwen weer omhoog hebt, toch? Vind ik. Fuck de honger in Afrika. Fuk de nucleaire oorlog met Noord-Korea. Dus, ja, dus bij deze een oproep aan de gemeente. Gemeente Amsterdam sowieso. Maar eigenlijk alle gemeentes met stoepen. Alle gemeentes nationwide. Leg die tegels nou eens even vast, man. Kom op. Dat, ja, hoe moeilijk kan help, het zijn? Ja, dat ten eerste. En daar help je echt een hele hoop mensen mee. Ben ik zeker. Mij in elk geval wel. Okay. Dat was het eigenlijk. Dat was het? Ja. Ben je gelukkig? Ben je blij dat je dit nu... Nou ja, ik ben het wel kwijt nu, ja. Ja? Ja. Okay. Dat is lekker. Het zat je dwars, hè? Dat zat me enorm dwars, ja. 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 Zo'n dingetje. Maar nu is het weg. Oké. Stoeptegels dus. Mm-hmm. Ja, ik had echt vanochtend toen ik wakker werd, had ik niet gedacht dat we vandaag nou toch echt zeker een minuut of vijf over stoeptegels gingen lullen. Dus wat dat betreft ben ik... Verrast. Verrast. Ja. En ook alweer wijzer geworden dan dat ik was en zo. Zo'n dingetje. Zeg, even kijken. Dan is er... Mm-hmm. Ja, ik zit me hier dus echt al de hele tijd op te verheugen. Maar ik bedoel, ik hou er niet zo van om naar de dokter te gaan. Nee. Maar er is één dokter. En daar kom ik echt heel graag. En dat is namelijk Dr. Dre. En jongens, het spreekuur is geopend. Laatst liep ik hier voorbij met een grote vraag. En ik voelde mij niet zo heel erg blij. Dus ik belde op met mijn telefoon en daar was hij. En nu zit ik in mijn bare show met een vangende vraag. En ik hoop al echt dat hij mij nu helpt met mijn dikke zitprobleem. Ik ga het spreekuur in bij Dr. Dre. Het is het spreekuur van Dr. Dre, waar we je helpen. Nou ja, ik weet niet of we je echt van je problemen afhelpen, maar we hebben er in ieder geval iets over te vertellen. Mocht je een probleem hebben dat je graag door Dr. Dre wil laten analyseren, of heb je een vraag waarvan je denkt van nou, daar heeft Dr. Dre misschien wel wat wijs advies over, mail het dan hallo@bombaripodcast.nl. We hebben deze oproep de afgelopen weken via onze social media gedaan, terwijl we dat zo langzamerhand een beetje aan het opbouwen waren. En tot mijn grote verbazing zijn er dan ook echt mensen die hele ziel en zaligheid zo in die mailbox dumpen. Nou, mensen, één hè? Nou ja, vond ik een beetje... Ja, dat is fijn. Ik had het ook niet verwacht. Ik werd er heel gelukkig van. Ja, ik ook. Zeker. Deze jongen heet Erik, wil verder anoniem blijven, dus kan iedereen zijn. Beste Dr. Dre, ik heb bijna geen baardgroei, maar ik wil zo graag een stoere baard. Story of my life dit. Ik slik vitaminepillen en ik masseer me iedere dag helemaal suf met mijn kin en mijn wangen, maar niks lijkt te helpen. Dr. Dre, heb jij misschien nog tips? Oh, ja, ik denk dat ik zeker tip. Maar ik ben wel benieuwd welke pillen die dan slikt. Want ja, staat er niet bij. Baardgroeipillen misschien? Ik weet niet, bestaan er baardgroeipillen? Hij schrijft vitaminepillen. Zowel, vitaminepillen. Ja, ik weet niet welke vitamine er goed is voor haargroei. Ja, vitamine B of zo, denk ik. Ik heb geen idee. Nee, ik weet het ook niet. Maar ik denk dat het sowieso... Vitamine 3D. Ik denk, mijn advies begint in ieder geval kap met die pillen, sowieso. Hoezo? Ja, dat is allemaal onzin, man. Je moet wel vitamine... Ja, je moet gewoon gezond eten. Dat klinkt serieus als serieus advies van iemand die daar gewoon voor op school gezeten. Ja, nee, maar dat is echt zo. Ik bedoel, ja, je moet gewoon gezond eten. En tuurlijk in de winter misschien een paar vitamine C'tjes erbij. Vitamine C'tjes erbij. Ja, maar verder niet te veel. En dat sluit eigenlijk aan. Wat zegt hij nou nog meer? Oh ja, hij masseert zijn wangen. Hij masseert zijn wangen, ja. Ja, dat heb ik wel eens gelezen. Dat kan helpen. Ik kende ooit iemand die werd kaal heel vroeg en die deed dan de hele dag zo zijn hoofd masseren in de hoop dat hij dan minder snel kaal werd, want dat helpt dan tegen je... Of vroeger, ja, je zat te denken, als je de hele dag aan loopt te krabben, dat je op een gegeven moment gewoon kaal wordt. Ja, maar het is krabben, maar masseren is dan... Dus volgens mij is het de bedoeling dat je de bloedsomloop sneller maakt. En dat schijnt dan goed voor je haar te zijn. Maar de jongen die dat deed, die is nu helemaal kaal, dus dat heeft ook geen zin. Ik denk eigenlijk vooral, beste Erik, dat je er niet te druk om moet maken. En dat is volgens mij wat je wel aan het doen bent met al die pillen en dat masseer. Dus ik zou zeggen, laat het lekker los. Geen maar serieus. Want, nee, dit is geen. Hou nou eens even op, want het is heel goed advies. Luister. Stress is echt super slecht voor je haargroei. Echt waar. Mensen die de hele dag gestrest zijn. Nee, maar je lacht, maar het is echt zo. Als die jongen, Erik, beste Erik, als jij je nou gewoon wat minder druk maakt om je baard, weet je, laat hem lekker staan. Ja. Kijk er verder niet naar om. En ga je met andere dingen bezighouden. Eet gezond, slaap goed, sport. En wie weet heb je dan over 3 jaar opeens een dikke baard. Zonder dat je er erg in hebt gehad. Maar als jij
pillen blijft slikken en de hele dag aan je baard zit te frunniken, dan gaat het niet werken. En als het dan nog steeds niet gelukt is over een paar jaar, ja, weet je, dan moet je misschien gewoon je haar lang laten groeien. Of ga eens een keer. Ik had eigenlijk gehoopt op, een soort advies over, weet je, overgiet jezelf drie maal daags met een pot bier. Of, ja, kan ik ook doen. Maar ga op je hoofd staan en. Kan ik ook doen? Spuug, vloek drie keer. Ja, kan ik ook doen. Ik kan ook zeggen van je moet elke week je gezicht even insmeren met een eimasker en azijn. Maar ja, dat kan die jongen op internet ook wel vinden, weet je? Want zulke soort onzin staat overal. Maar dat is allemaal niet waar. Het spreekuur van Dr. Dre, dames en heren. Zet hem op, Erik. Je was wel iets te vroeg, Bernd, want ik had nog een tweede advies. Er was nog meer advies. Ja, natuurlijk. Je bent echt de gift that keeps on giving. Ja, ik neem dit wel serieus. Ja, kijk, het kan natuurlijk zijn dat die over drie jaar... Onderwerp. Ja, vind ik wel. Als iemand met de baardgroei van een 13-jarig meisje... Ik bedoel, ik luister aandachtig, weet je wel. Ik heb ook echt, zeg maar, ik kan net zo'n soort van pratende... Ik kan net zo'n sick laten staan. Ja. En that's it. Ja. Maar maak je druk om? Nee. Nee. Maar het helpt dus niet, want ik maak me al jaren niet druk over mijn baard. En ja, het heeft niet echt geholpen, hoor. Weet ik niet. Je hebt het zelf niet door. Maar ik zie toch wel langzaam wat meer dan een aantal jaren terug. Duidelijk zelf. Ja, nee, echt. Ja, lach. Ik denk ook echt dat mensen hier echt op zitten te wachten op dit soort informatie. Nee, maar ik had nog één ding. Want kijk, Erik kan natuurlijk ook gewoon andere stoere dingen doen. Weet je, een baard is niet het enige dat stoer is. Je kunt je haar lang... schaamhaar. Ja, dat kan. Maar je kunt je haar lang laten groeien. Je kunt een tatoeage nemen. Je kan een oorbel nemen, weet ik veel. Je kan misschien een baard laten tatoeëren. Dat zou nog wel kunnen. Ja, mensen doen dat ook met wenkbrauwen. Dus waarom niet met een baard? Dat is wel waar, ja. Ja. Ziet er niet uit, hè? Nee, dat ziet er niet uit. Maar misschien met een baard wel. Nou, oké. Ik vond dit een mooi item. Ik denk dat we dit erin moeten houden. Ik denk het ook. En stuur vooral vragen op. Want dit, hier kunnen we dingen mee. Hallo at bombaripodcast.nl. Als je daar mailt, dan komt dat uiteindelijk terecht bij Dr. Dre. Hè, Dr. Dre? Zeker. Ja. Zeker. Ik vind wel dat we op een gegeven moment ook misschien toch zo'n witte doktersjas voor je moeten kopen. En dat we gewoon puur voor de vorm, misschien niemand die dat ziet... Nee, ik vind dat je dan toch tijdens. Misschien wordt je advies dan ook nog iets professioneler. Dat zou kunnen. Maar, ik zou ook wel. Weet je, we hadden het nu over iets medisch. Mm-hmm. Dit klonk wel redelijk medisch. Ja. Ja. Nou, even voor de, zeg maar, qua disclaimer. Jij hebt niet echt medicijnen gestudeerd of zo. Of nee, ik heb, of nee, iets. Nee. Ik heb je hebt er gewoon, verder niet zoveel verstand van eigenlijk. Nee, ik heb er gewoon kijk op. Oké, je hebt er kijk op. Ja. Nou, dat is op zich voldoende. Ja. Maar ik zit dan ook wel te denken aan van die problemen over, weet ik veel. Eigenlijk moet ik naar een feestje van iemand die niet zoveel vrienden heeft en die ik eigenlijk ook niet zo leuk vind. Mm-hmm. Maar ik durf eigenlijk niet te gaan. Of ik durf niet te zeggen dat ik geen zin heb om te gaan. Mm-hmm. Dus ik ga maar en heb ik gewoon een kutavond. Mm-hmm. Heb ik ook Dr. Dre, wat moet ik doen? Weet je, dat soort dingen. Ja, nee, kan ik ook. Wil je dat ik dat nu beantwoord? Nee, dat hoeft niet, want ik bedoel, ik heb geen vrienden. Sorry, niet te doen dit. Oké, nou dat. Zijn er nog andere dingen waar jij van denkt van, nou, daar moeten we het nog even over hebben? Nou, met Erik zijn we klaar. Erik moet gewoon... Erik moet gewoon zijn bek houden. Nee, dat is lullig, hallo. Sorry. Ja, wil je dat mensen nog vragen gaan stellen? Kan je toch niet zo met onze mensen omgaan? Ik bedoel, serieus. Hallo. Nee, blijf van mijn patiënt af, man. Doe even rustig. Ja. Oké. Okay. Erik, je bent top. Met je baard. Zonder baard ook. Ja. Ook top. Je mag er gewoon zijn. Oké. Okay. Dan. Ik wilde nog één ding met je bespreken. Ja. En dat is de Efteling. Ja, je wilt het over de Efteling hebben. Ja, ik moet me even bijpraten, want ik heb het een beetje... Serieus. Er zijn kennelijk hangjongeren op het Centraal Station van Amsterdam. Mm-hmm. En die gaan ze wegjagen. Mm-hmm. Door Efteling muziek te draaien. Want dat vinden ze niet leuk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook, ik snap sowieso niet zo goed dat mensen naar de Efteling gaan, als ik eerlijk ben. Hoezo? Nou ja, ik ben er nooit geweest, dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar ik ken dus mensen. Nee, ik ken niet echt mensen, maar ik hoor wel eens mensen van mijn leeftijd... Die gaan dan daten. Welke leeftijd is het ook alweer? Hè? 35. Oké. Okay. Nou ja, nee, ze zijn wel jonger. Maar zo tussen de 25 en 35. Ja. Die dan gaan daten in de Efteling. En dan denk ik altijd, hè? Ja, iets truttigers kan ik me niet voorstellen. Maar het zal bij mij liggen. Ik ben nooit in de Efteling geweest, dus ik weet het niet. Maar de muziek heb ik wel eens gehoord. En dat is, wat is een goede eerste plek? Wat is een goede plek voor een eerste date? Het hele Efteling verhaal interesseert mij geen reet meer. Dus ja. Ik vind het strand. Strand? Ja. Voor een eerste date? Ja, eigenlijk. Maar dan zit je dus, zeg maar, wandelen of zitten. Ja, ik kan allebei. Echt ruggetje insmeren en kan ook. Het hangt er vanaf of het in de winter of in de zomer is natuurlijk. Maar het strand is toch altijd goed. Strandtentje, flesje rosé mee.
Voor een eerste date. Ja, is toch prima? Het is wel een ding hoor. Dan zit je wel echt... Ja, je moet eerst naartoe. En nou, dan spreek je toch op het strand af? Op het strand af. En ja. Dan ga je... Nou, dan doe je een soort wat picknick of zo. Ja, dat kan. Ja, dat hoeft niet. Ik heb nul verstand van daten. Hè, dat hoor je alweer. Maar... Ja, je ziet wel. Gewoon het strand. Strand. Het gebeurt altijd wat op het strand, toch? Je komt wel ergens. Je komt nog eens ergens. Ja. En als het dan niet loopt... Het kan toch, hè? Op zo'n date dat je daar zit. En zit je met z'n tweeën een beetje... Moet je voorstellen op zo'n handdoekje of zo. Overal zand. Ja, nee, maar je zorgt gewoon dat het loopt. Nee, maar je kan toch wel eens een date hebben met iemand... dat het gewoon niet lukt. Dat je elkaar een beetje zit aan te staren... en dat je denkt, ja, wat zul ik het nu eens over hebben? Nou, eigenlijk een beetje zoals wij hier zitten met z'n tweeën. Het zijn gewoon een soort mislukte date. Dat is mij op het strand echt nog nooit gebeurd. Nee, op het strand lopen dates altijd als een malle. Hoe vaak heb jij gedate op het strand? Ja, best vaak. Echt waar? Ja. Dit is wel echt een ding, hè? Want dit heb je nu verteld. En ja, nu kan ik dat niet meer doen. Nu kan je dus niet meer met een meisje naar het strand. Want ik bedoel, als je met Andreas naar het strand gaat... Ben je een van de velen? Nee, ja. Maar iedere strandervaring met jou is natuurlijk weer een andere. Dat is zo. Okay, ja, dat maar is zo. Strand. En, maar wel ergens, hè? Je gaat dus niet een eerste date doen niet bij iemand thuis. Nee, dat is echt heel, heel saai. Is dat je voor iemand gaat koken thuis of zo. Ja, hallo. Dat hebben echt al zoveel mensen gedaan. Oh, kom je bij mij eten? Ga ik voor je koken? Ah. Ja, dat is moet natuurlijk gewoon... Nee, dat is echt... En bioscoop is ook gewoon echt, ja... Jezus. Dat heb ik ook nooit begrepen, ja. Date in een bioscoop. Ja. Waarom? Dan leer je elkaar lekker snel kennen. Ja, maar dan zit je naar zo'n film te kijken. Dat is alleen als je 16 bent en je weet je geen raad... en dan kun je tijdens de film gewoon een beetje zitten zoenen. Dan is het top. Maar ja, zodra je 18 bent, moet je daarmee kappen natuurlijk. Dat kan niet. Dit is nou advies waar we mensen wat aan hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dit is echt fantastisch advies. Ja. Jammer dat het item is afgelopen. Nou, kom door met je item. Volgende. Ik heb echt qua... Heb je geen lekkere jingle nu? Dingen die we moeten... Weer een lekkere jingle? Ja, doe maar even een jingle. Wil je gewoon iemand die wat roept of wil je gewoon iemand die wat zingt? Druk maar wat. Ik heb iemand hier... Is die mevrouw? Dat was wel kort. Ja? Ik hoopte op een muziekje erbij. Op een muziekje erbij, maar ik heb geen singles met muziekjes. Jawel, man. Je hebt me al weken zit je maar met de oren van de kop te zeuren over allemaal muziek. Ja, ik heb een of ander heel, heel snel, heel gaaf nieuws. Dit, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Ik vind het zo druk. En het suggereert ook dat we iets te melden hebben, maar ja. Nou, dat ging toch komen nu? Kunnen we meteen doorrollen? Ja, nee, dit was het wel, hoor. Was dit het? Ja. Zijn we klaar? Nou ja, nee, we zijn pas klaar als we zeggen dat we klaar zijn. Ik ben nog niet klaar, hoor. Ik sta net aan, man. Oké. Okay. Hadden we niet nog wat? Nee. Ik heb nog wat. Denk ik. Wat dan? Nou, ik. Wil je dat met of zonder muziek? Nee, doe de muziek maar lekker laten aanstaan. Oh wel. Doet hij maar uit. Nee, dat kan gewoon. Ja, nee, dat is waar. Gewoon zo'n schuifje. Nee, ik wilde, maar dat had ik met jou nog helemaal niet besproken. Maar is het niet leuk om mensen een paar tips te geven? Gewoon tips in de zin van aansluitend op het sociaal verantwoord. Ja. Dat je ook we gaan nu gewoon even soort in de podcast zitten bedenken wat we moeten doen in de podcast. Nou, ik had dit al bedacht. Oh, okay. Dat je gewoon per aflevering, dan is dit dat voor het eerst, dat je bijvoorbeeld twee tips geeft over mensen die je bijvoorbeeld kan volgen op Twitter of op YouTube of waar dan ook. Ik heb er namelijk wel een paar. Ik zou beginnen met ons. Daar zou ik dat is een goeie, dat sowieso. Ik zou daar sowieso mee beginnen. Ja. Nou, rol die er even in dan. Ja, bij deze. Ja? Oh, ik dacht dat je ze nu ging noemen ook allemaal. Nee, wil jij even? Ja, maar ik weet het niet aan mijn hoofd. Het is zo moeilijk. Het is gewoon @bombaripodcast. Oh ja. Op Twitter, Facebook en Instagram. En was allemaal Instagram. Stil, moet ik nou zeggen Instagram of Instagram? Nee, Insta. 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 Ja. Of www.bombaripodcast.nl. Daar vind je ook alle shit die je moet weten als het gaat over hoe je dan moet abonneren. Ja, dat is wel een belangrijk. Ja, dat is wel een dingetje hoor. Ja, want dan mag je dit geneuzel iedere week aanhoren. Ja, het wordt beter hè. Het wordt wel beter. Dat is wel de bedoeling. Ja. Want dit gaat natuurlijk nu alweer de hele tijd nergens over. Nee, maar we gaan nu even klappen. Want ik zeg dus als advies, volg Guus Kuijer op Twitter. Wie is Guus Kuijer? Ja, kom op. Weet je echt niet wie Guus Kuijer is? Nee, sorry. Is het een grapje? Nee, ik maak geen grappen. Heb jij Man Lief nooit gelezen als kind? Nee. Of de serie gekeken? Nee. Wauw. Nee, heb ik nu iets... Ja, dat is wel een dingetje hoor. Guus Kuijer, man, kom op. Ja, in de verte begint deze naam een beetje te dagen. Maar... Nou ja, zoek maar even op straks op Twitter. Ik hoop dat onze luisteraars hem wel kennen. Want jezus. Echt teleurgesteld in jou nu, jongen. Wauw. Ja, vraag me naar een willekeurig Star Wars personage. En ik, ja, daar hebben we het straks nog over. Ja. Maar Guus Kuijer dus, die zit dus op Twitter. En die man is, ja, ik weet niet hoe oud hij inmiddels is, maar echt oud. Ik denk voorbij de 70 wel.
Nou ja, oud. Dat is oud. Maar niet, weet je, die leeftijdsgroep is niet... toch nieuwe 60, hè? Ja, dat is wel waar. Maar die groep is natuurlijk niet heel erg vertegenwoordigd op Twitter, hè? De meeste mensen zijn jong. Maar hij twittert echt als een malle. En hij doet leuke dingen. Weet je, hij is gewoon vrolijk. Hij heeft slimme praatjes op Twitter. Van die nieuwe inzichtjes. Okay, dus die, mooi gevonden. Guus Keijer, zoek maar op. Guus Keijer. En, wat... en ik had ook nog iemand op... even kijken hoor. Ik had ook nog iemand op YouTube. Maar ik weet even... Hoe heet hij ook weer? Stijen van Dam? Nee. Had ik opgeschreven. Maar... is ook weer niet voorbereid ook, hè? Nee, maar jij hebt mijn hele ding eraf gehaald. Ik heb je ding eraf gehaald. Ik vergeet zijn naam dus steeds. Ik kan het even bijzoeken. Ik ken hem dus alleen van gezicht. Volgens mij doet hij ook dingen bij... Hij doet ook dingen op voor Zondag op Lubach. Nee, Lubach op Zondag. Zondag op Lubach. Volgens mij, maar dat weet ik niet eens helemaal zeker. Maar iemand liet mij laatst een filmpje van hem zien. Hij vlogt. Guus Keijer. Oh, daar komt hij. Wacht even, daar had ik hem opgeschreven ergens. Stijen van Dam. Stijen van Dam. Ja, ik had het wel goed gewoon. Oké. Schrijf je S-T-E-Y-E. Ja, en dan van Dam, gewoon zoals iedereen van Dam schrijft. Ja, dan moet je even zijn vlog opzoeken. Ja. Ik kreeg laatst het vlogje Gezellig op Aarde zien. En ik moest daar heel erg om lachen. Misschien eigenlijk hadden we dit kunnen voorbereiden. Dan had je het nu kunnen laten horen. Ja, dat kan wel even. Ja, doe. Maar dan moeten we even iets van... heb jij een telefoon in de buurt? Waar is je telefoon? Oh, die had ik op bed gegooid. Wacht. Jongen. Ja, maar ik kan heel mooi mee. Kijk, mijn hemel gaat zelfs mee. Gaat zelfs mee richting... dat is echt zo relaxed. Stel, we hebben namelijk een bed in onze studio. Ja. Dat is ook weer echt. Ik heb mijn telefoon, maar hij staat uit. Oh nee. Nee, wacht even. Nee, ik heb... Dan doe even dat stekkertje erin. Ja? Zo deze. Ja, ik ga... Dit is zo, zeg maar, een soort van behind the scenes... Oh, dat past niet, joh. Ja, natuurlijk past het wel, man. Nee, want ik heb er zo'n ding omheen. Dan moet je even dat hoesje eruit lopen. Ja, maar ik ben niet... Man. Ja, dan moet jij even lullen, man. Ik ga gewoon de komende 5 minuten ga ik man. Terwijl jij probeert om het hoesje van je iPhone af te halen. Weet je waar ik moest... Daar moest ik om lachen, trouwens. Waarom? Ja, die hele genderneutraal discussie die al een maand... Maar daar hadden we het net over in sociaal verantwoord. Ja, die al een maand heel Twitter in de fik zet. Ja. Omdat mensen zich daar zo druk om maken. Ik snap daar geen reet van. Doe jij het even. Ja. Ik krijg het niet af. Ja, ik probeer het. Nee, wat wou ik zeggen? Kijk, twee tellen. Oh ja, ik moest lachen. Twee tellen. Mag ik heel even twee tellen? Dat hoesje is eraf. Ja. Laat mij mijn dingen slopen. Ja, maar dat hoesje zit er juist om, zodat ik het niet afkrijg. Want ik maak hem altijd stuk, die telefoon. Oké. Nee, maar nog even een verhaal afmaken. Ja, genderneutraliteit. Ja, er waren dus echt heel weinig mensen die goede grappen konden maken, vond ik. Allemaal van die zure mensen over genderneutraal. Maar er was op een gegeven moment iemand die had een foto geplaatst van... Hoe heet die gast ook weer? Die Keukens checkt op RTL of zo. Geen idee. Ja, die met dat scheve gezicht. Je kent hem wel. Die zeikert. Die altijd man zegt. Oh, dat is die vies man. Ja. Ik weet niet hoe die heet. Maar nee, ik weet wel wie nou? Bedoelt. Ja, maakt me niet uit. Nee, maakt ook niet uit. Iemand had een foto van hem op Twitter gezet en er boven gezet genderneutraal. Ja, dat vond ik echt de enige goede grap die er gemaakt is. Nou, dat wou ik even kwijt. En dan ga ik nu even opzoeken waar ik het over had. Wacht even hoor. Praat jij weer even vol? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik word een heel klein beetje nerveus van deze muziek. Dus ik denk dat ik hem gewoon even laat aflopen. Vind je dat goed? Ik vind het helemaal goed. Ik ben al bijna bij het filmpje dat ik bedoel. Zo. Wauw, zeg je mijn timing? Nou ja. Ja. Netjes, hè? Dat was heel goed, hoor. Was het jouw timing? Nee, dat is eigenlijk mijn timing. Maar ik vind het prima dat jij de credits neemt. Jij gaat even op zoek naar de... Ik heb hem al. Oké. Ik heb hem. Dan ik probeer er wat volume in te gooien. En dan druk eens op play, ik bijvoorbeeld. Ik druk nu op play. Wacht even. Gebeurt er dan ook iets? Ja, dan moeten we ook nog eerst een internetverbinding gooien. Nee, komt-ie. Goeiedag, mensen. Welkom bij mijn vlog. Daar ben ik weer. Daar is hij weer. Zomer is weer voorbij. En dan komt de herfst er weer aan, hè? Gaan we allemaal lekker door. Dit heeft al net zoveel inhoud als wij. Daarna de winter, voorspel ik. Zal toch wel? Lekker op een bol in de ruimte met z'n allen. Hartje heelal. Niemand begrijpt er wat van. Denk je het net allemaal een beetje te weten, blijkt het toch allemaal weer anders te zijn. Nou prima, niet te lang over nadenken. Beetje scrollen, beetje op internet. Wat is dit? Beetje filmpje kijken. Is goed. Ja. Flesje wijn erbij. Misschien nog even lekker in het zonnetje. Een gigantische, kolossale, brandende bal. Meer dan een miljoen keer zo groot als de aarde. Het einde van Dr. Dre. Het zonnetje. Brandende ballen. Een stukje worst erbij. Help Dr. Dre, ik heb brandende ballen en een stukje worst. Wat moet niet ik nou? Niet lang bij stilstaan. Nou, hoe lang duurt het? Bijna klaar. Mensen. Okay. Deel het met je vrienden. Blauwe duimpje omhoog. En lekker scrollen.
Lekker scrollen. Dit was Tijen van Dam. Ja, maar en dan moet je dus even. Je moet eigenlijk die vlog ook nog even zelf thuis gewoon gaan bekijken. Want zijn hoofd ja. en hoe je in de camera kijkt, maakt ja. het echt nog grappiger. Oké. En dan, zo heeft hij er heel veel. En het is echt, ja, ik vind. Ja, we gaan ze niet allemaal af, hoor. Nee. Want ik bedoel, mensen moeten gewoon zelf even checken. Tuurlijk niet, maar ik wou het je even meegeven. Nou, ik vind nogal wat. Dit, ja, Tijen van Dam. Oké. Okay. Die is grappig. Dus nou. Tijen van Dam en hoe heet hij dan? Guus Kuijer-Bennet. Ga in godsnaam, ja, jongen. Ga in godsnaam zijn boek aan je dochter voorlezen. Want dat kan echt niet. Zonder waar. Guus Kuijer groot worden. Dat, ja. Ik snap nu opeens wel heel veel dingen. Opeens. Ik ken elkaar heel lang, maar opeens begrijp ik gewoon wat er misgegaan is. Bij jou. Ja, je kan toch niet zonder Guus Kuijer opgroeien. Ja, ik heb even geen internet bij de hand hier. Maar Volgende week komen we erop terug. Volgende week ja, ga ik een passage voorlezen uit een boek van Guus. Kan ik dat waarmaken, denk ik? Ja, dat kan je zeker. Okay. Ja, ik denk dat je gewoon de komende week minstens drie van zijn boeken moet lezen. Oké. Okay. Ja. Hey, ik zat me net te bedenken. Ik begon het hele gebrul op die podcast met het is 22 september. Ja. Dat is natuurlijk waar. Ja. Maar dat is niet de datum waarop de ding online staat. Nee, even opnieuw. Het is 24 september. Wat voor toch? Dag? We gaan zondagen. Denk ik, ja. Ja, we gaan zondagen. Ja, dus 24 september. Ik heb ook wel een dingetje om even af te spreken hier. Ja. Zondagen hoor je ons met, nou ja, al dan niet veel inhoud in Bombari. Zullen we het wel afspreken? Ja, ik had hier een muziekje onder gewild wel. Oh, man. Wat ga ik weer met mijn man. Ik weet niet waar dat nou ineens vandaan komt. Maar je wil graag een muziekje. Ja, doe maar even. Waarom? Maar, ja, moeten we naar de afronding gaan toewerken? Nou, ik vind dat nog niet zo heel nodig. Nee, ik ook niet. Ik zit er wel lekker in. Maar we zijn een beetje al door onze onderwerpen. En hadden we niet toch iets? We hadden nog iets. Nou, ik kan me nog herinneren. We hebben een soort, misschien wel leuk om even te vertellen, dat we dit soort van voorbereiden. Dat zou je niet zeggen, maar dat doen we dan wel. Je gelooft het niet, mensen, maar er is over nagedacht. Wat we hier aan het doen zijn. Maar. Oh ja, ja, dilemma's zijn we vergeten. Nee, volgens mij hebben we het over het dilemma van die bananen gehad, hoor, vanochtend. Ja, maar we hadden nog een dilemma. Ja, er was nog een dilemma. Ja. We zaten een beetje te dubben van welk dilemma gooien we er nou in aan het begin. En ik koos toen voor klappen bij zonsondergang of iedereen die een cadeau geeft dat altijd een banaan is. Maar jij had nog een ander dilemma bedacht en ja, daar wil je het dan heel graag nog even over hebben. Nou, dan wil ik die aan jou stellen. Want als jij mij een dilemma voor mag leggen, dan mag ik het ook terug doen, toch? Dat is op zich eerlijk. Ja, ja. Dat is eerlijk, ja. Dus ik wil aan jou vragen, Bernd, als je moet kiezen ja. tussen de volgende twee woorden en dan gewoon puur op welk woord je het lekkerst vindt. Welk woord ik het lekkerst vind? Ja. Okay. En dan zeg ik nakketikker. Nakketikker. Of nakketikker, ja. Poppenpilsie. Wat is een nakketikker? Moet ik je dat eerst uitleggen of ga je eerst op klank kiezen? Nee, ik ga gewoon puur op klankkleur ga ik zeggen tussen poppenpilsie en nakketikker ga ik toch voor nakketikker. Omdat dat, ik weet niet. Dekt wel lekker, hè? Dekt wel lekker. Ja. Wat is een nakketikker? Een nakketikker is een heel irritant, vervelend persoon. Lekker weer dit. Ja, maar het is toch een prachtig woord. In plaats van, bedoel, je ziet, ik zie de laatste tijd op Twitter heel veel mensen tegen elkaar zeggen, ah, droeftoeter, oh, sneuneus, oh, oh ja, vaar. Faalhaas. En dan denk ik, ah, oh, dat zijn zo allemaal slecht bedachte scheldwoorden. Echt, ik moet altijd lachen als iemand dat zegt. Dan denk ik, jezus, dat is toch niet serieus te nemen? En dan heb je van die mooie woorden in onze taal, zoals nakketikker. Nakketikker. Nou, ik zou zeggen, gebruik die dan. Nakketikker. Nakketikker. Komt uit Jiddisch. Is weer altijd. Amsterdam. We hebben wel heel veel Amsterdamse shit vandaag. Ja, maar dat geeft niet. Nee. Dat geeft niet. Volgende week, dames en heren, gaat over Utrecht. Ja, we kunnen wel elke week een stad doen. Nee, in godsnaam niet. Oh, nou, dan niet. Laten we niet doen. Maar goed, nakketikker, dus, het heeft iets te maken met naaktheid, geloof ik. Het komt van het Nederlands van naaktheid. Maar het is dan waarschijnlijk vervormd met Jezus. Ik weet eigenlijk niet hoe het zit, maar het klinkt gewoon lekker, toch? Nakketikker. Nee, schatje, wil jij met nakketikker zien? Of weet het niet zo? Nee, ja, als jij een hele vervelende lul hebt, dan wel. Knippen eruit. Ja. Goed, ja. Maar poppenpilsie. Poppenpilsie is vast een klein biertje. Nou ja, ik dacht dus dat poppenpilsie gewoon echt een oud Amsterdams woord was ook. En dat ging ik even opzoeken. Ja. Want ik dacht dus dat ik dat gebruikte omdat ik gewoon in Amsterdam ben opgegroeid. En omdat ik gewoon poppenpilsie op een gegeven moment had opgepikt. En ja, vind ik een lekker woord ook. Weet je, als je gewoon zo'n klein fluitje bestelt dat je dan zegt poppenpilsie. Maar het blijkt dus, ik ging het opzoeken en je kan het helemaal nergens vinden. Het komt gewoon uit Gooise Vrouwen. Gooise Vrouwen, ja? Ja, want die Martin Morero, weet je wel? Nee, die zegt dat dit dus zijn altijd. Dus ook dingen die ik niet ken. Gooise Vrouwen, ja, nooit gezien. Ja, ik ben opgegroeid met een zusje. Met een zus en een moeder en zo. En dan, ah, ja. Ja, dan moest ik wel eens meekijken.
Maar dat was helemaal niet zo heel erg, want ik vond die Martin Madero wel echt heel grappig. En die zei dat dus de hele tijd. Dus daar heb ik het gewoon van opgepikt. Helemaal niet stoer op straat of in de kroeg of zo, maar gewoon bij Gooise Vrouwen. Dus ik ga dat nu nooit meer zeggen eigenlijk. Maar ik vind dat lijkt me heel verstandig. Een lekker woord, poppenpilsie. Voel ook een afronding aankomen, jij? Ja, ik voel hem ook wel. Trek in een poppenpilsie. Ja, trek in een poppenpilsie. Zullen we dan gewoon een poppenpilsie gaan drinken? Ja, dat vind ik een goeie. Of twee? Ja, doe maar twee. Nou, dat gaan we dat doen. Nee. Ja, echt helemaal klaar. Ik weet het niet. Moeten we nog wat? Nee. Nee. Ik denk dat het wel goed is zo. Dit was hem hoor. Tot. Aflevering 1 van Bombari. Nogmaals, we vinden het prima als jij de volgende keer ermee wilt bemoeien. Dus als je het ergens over wil hebben, laat het gerust weten. Bombari Podcast. Je kunt ons mailen. Hallo@bombaripodcast.nl. Via hashtag Bombari op social media. En @bombaripodcast. Ongeveer overal waar je maar kan vinden. Ja, je wil nog iets zeggen, hè, Dre? Nee, ik wou alleen nog zeggen van ja. Nee, ik dacht ik ben klaar voor de afsluiter. Maar ik wil ook nog. Dit was hem hoor, de afsluiter. Ja, ik had helemaal deze jingle bedacht. Ik denk dat is de afsluiter. Maar ja, we kunnen gewoon nog een keer doen. Ja, we gaan zo van tot volgende week, zou ik zeggen. Tot volgende week. Ja. Wil je daar nog een muziekje onder? Ja. Nou, laten we het nog één keer doen. Ja. Nog één keer, dan kan dat gewoon, weet je wel. Anders zeg maar dag. Ja, lekker hoor. Zeg maar dag tegen mensen. Ja, dag mensen. Dag mensen. Dag alle vijf. Of misschien wel tien. Of hoeveel zou het zijn? Dag man. Fijn dat je luistert. Dit was Bombari. Tot volgende week. Bombari.